Als je kijkt naar de Provera, is het natuurlijk heel mooi om nu juist aan het eind van de crisis visies, plannen, ideeën met elkaar te delen. Er zijn voldoende uitdagingen, voldoende kansen en Provada kan voor Nederland ook het antwoord bieden op die vraag hoe we omgaan met ons vastgoed hier in Nederland. De rol van de Provada is eigenlijk een ontmoetingsplaats. Zeker aan het eind van de crisis, dan wil je elkaar weer eens ontmoeten om te spreken over hoe zijn de kansen, welke plannen hebben we met het vastgoed, hoe inspireren we elkaar. En het is een ontmoetingsplaats van gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, de bouw, zorgaanbieders, kortom iedereen die iets met vastgoed te maken heeft. De vastgoedmarkt heeft een zware tijd gehad. Als je ook kijkt naar met name de leegstaande vastgoed, dan is het vastgoed natuurlijk toch in een hoek gekomen waar de klappen zijn gevallen. En wat we ons moeten realiseren is dat we moeten kijken hoe we het vastgoed kunnen hergebruiken, hoe we het kunnen transformeren, hoe we het kunnen veranderen voor de nieuwe vragen van vandaag de dag. Provada 10 jaar is natuurlijk een reden voor feest. En het is het beste om feest te vieren aan het eind van een crisis, want dan heb je weer een briljante toekomst voor je liggen. Nou, daar gaan we mee beginnen dit jaar bij 10 jaar Provada.